Oké. Nou, ik heb een heleboel te vertellen, maar ik zal proberen toch binnen de tijd te blijven. En ik begin hier al meteen een kleine modificatie aan te brengen in de titel, want hier staat mijn presentatie, die ik al een keer gehouden heb, op mijn gezelschap, heb ik altijd, waar komen onze appels vandaan? Want dat is natuurlijk iets wat mij in eerste instantie heel erg boeide, heel erg gefocust op. Het ontstaan en vooral de domesticatie van gewassen. Dat heb ik in Afrika gezien. En ik vroeg me ook heel erg af, al vanaf het begin, waar komen onze appels hier vandaan? En het algemeen geloof was dat ze uit de wilde appels kwamen die wij hier hebben. Nou, dat is dus één aspect van de presentatie. Dat is waar komen onze appels vandaan? Dat is dus de rassen die wij nu in het recente verleden en nu kennen, hebben. Maar waar komt de appel vandaan? Want dat had ik eigenlijk hier moeten zetten. Waar komt de appel vandaan? De appel is, de historie en de herkomst van de appel is heel lang rustig stellen tot in de jaren 90 van de vorige eeuw een absoluut mysterie geweest. Men had wel een gevoel, je kan het nakijken in de flora's, men had het heel vaak over het ontstaan van de appel. Dat is een uitvloeisel van domesticatie, van het zich verder ontwikkelen tot gebruik door de mens van onze eigen wilde appel. Nou, goed. Ik ga het daar dus over hebben. Oké, nou, dan moeten we toch echt beginnen met wat fundamentele kennis. En daar begin ik dus meteen met iets te zeggen over dat de appel eigenlijk helemaal niet van ons deel van de wereld is. En dat hij dus, of zij, zijn oorsprong vindt in een heel ander deel van de wereld. En ook miljoenen jaren geleden is het, in de evolutie van de soorten, ook van de planten, het geslacht op de familie roosachtige ontstond. Dat was in Zuidoost-China, nota bene. En daar zijn nu nog, nou, naar schatting, dat varieert van hoe je over soorten denkt, en de botanici zijn het daar soms nog niet altijd over eens, zijn nu nog soms zo'n 35 soorten van te vinden, kennelijk. En al in hele vroege tijden zijn daarvan soorten verspreid door vogels, want dat waren allemaal kleinvruchtige type appelsoorten, zeg maar, de malensoorten. En die bestvruchten, doordat ze dus bestvrucht waren, kon het dus ook over grote afstanden verspreid worden. En dat gebeurde dus uiteraard door vogels. En die verspreiding die heeft geleid tot verspreiding zelfs over de hele wereld. Dat wil zeggen, nu hebben we het dan echt over die originele soorten. Er zijn soorten verspreid vanuit die vroegste tijden, naar Amerika, via de Beringstraat. Dat was toen nog een landgebied, een landengte. En eentje naar Siberië, dat is een soort die we ook nu nog heel goed kennen. En verder zijn er dus in die vroegste tijden een aantal via de vogels als bestvluchten terechtgekomen in een gebied, dat is het grensgebied tussen China en Europa, zeg maar, in een bergketen, die ontstaan is ook weer uit het opdrukken van het Indiase subcontinent, de Himalaya. En die zijn daardoor dat het opdrukken van het Indiase subcontinent en het ontstaan van de Himalaya en het ontstaan van de grote Taklamakan-woestijn, zijn daar geïsoleerd geraakt. En dat gebied, dat is heel interessant, dat is in de Tian Shan-bergen, de Hemelse bergen. En daar is een vallei en dat is de Ili-vallei. Dat moet werkelijk een paradijselijke omgeving zijn geworden, met een heleboel andere plantensoorten ook wel, of andere malensoorten, rosaceeën. Maar wat betreft de appel, men denkt te weten dat daar zo'n drie soorten door een samen optrekken in een geïsoleerd gebied, afgescheiden van de rest, geleidelijk aan, over honderdduizenden, zelfs miljoenen jaar, zich geleidelijk onder invloed van de dierenwereld, hebben ons ontwikkeld tot een soort die steeds lekkerder, groter werd en lekkerder. En daardoor dus ook de aandacht trok van
van de dieren die op een gegeven moment die dingen aten en daardoor verspreiden. En in die mix van soorten die daar is ontstaan, een soort hybride situatie, een hybride zwerm wordt dan vaak genoemd, zijn er dus geleidelijk aan steeds grotere vruchttypen ontstaan. Ook met een betere smaak, want daar paarden en ezels weten best wel wat lekker is. Dus en de varkens, maar ook de beren bijvoorbeeld. En zo is die evolutie van die kleine wilde vogels verspreide bestvrucht, is verder. Daar is uiteindelijk een vruchttype ontstaan. Dat wij dus nu heel goed ook als appel zouden kwalificeren. Die ook helemaal niet onderdoen voor onze appels. Dus die hele domesticatie, en dit is gebaseerd ook op onderzoek en expedities van iemand waar ik ook wel mee gecorrespondeerd heb in de jaren 90, eind jaren 90, was professor Juniper in de Oxford University. En we hebben daar wel eens over gehad, maar hoe zit dat nou in elkaar? Nou, hij heeft daar een heel interessant boek over geschreven en is eigenlijk zijn theorie is de theorie ook die ik in grote lijnen volg, maar niet helemaal. Nou, in ieder geval zijn er toen al dus stadia bereikt na miljoenen jaren in een geïsoleerd gebied dat we ook wel eens aanduiden als een soort paradijs. Misschien was dat wel het paradijs. Een paradijselijke omgeving waar heel veel vruchtsoorten zijn ontstaan. In een omgeving waar hele grote dichtheden aan bijen hebben gezworven. Waar ontzettend veel gekruist is tussen soorten en waar weer allerlei nieuwe vormen uit zijn ontstaan. En waaruit dus door de dierenwereld een vruchttype uiteindelijk is geselecteerd dat wij dus niet slecht genoeg vinden, zelfs om appel te noemen. En dat is dus precies wat tegen de geschiedenis ingaat, de beschreven geschiedenis tot de jaren 90, dat dit een domesticatie onder invloed van mensen geweest is. Dat is dus helemaal niet waar. Het is volslagen diergestuurde evolutie en domesticatie door dieren. En dat is echt heel erg interessant, want soorten waar ik het over had, die kleinvruchtige soorten, die is er eentje hier in Azië, dat is de Malus baccata, ook hier wel bekend als sierboom. Nou, die heeft absoluut geen rol gespeeld. Het ging echt om drie soorten die uit die populatie in Zuidoost-China in dat valleigebied, het geïsoleerde gebied waar het terechtgekomen, niet die dingen die eruit geëvolueerd waren of verspreid waren over de wereld. En ook onze eigen, want wij hebben dus in West-Europa ook eentje uiteindelijk gekregen. Die heeft zelfs heel West-Europa bereikt en dat is de Malus sylvestris, de bosappel. En die Malus sylvestris is onze wilde appel en die wilde appel is zo ontzettend zeldzaam dat ik die eigenlijk helemaal niet kende. Ik heb die zelf pas in de jaren 90 kunnen vinden. Maar dat is dus ook een soort die in de flora's genoemd wordt als misschien oorsprongssoort. En wat blijkt dus uit genetisch onderzoek dat ook in Oxford, die heeft helemaal totaal geen enkele rol gespeeld. Nou, als we dan weer kijken naar die kaart, dan zien we dus dat dus die verspreiding van soorten, van typen die dus tot al de appelfase waren doorontwikkeld door de dierenwereld, was in de tijd toen de mens tevoorschijn kwam, en dat is miljoenen jaren later, via handelsroutes, de zijderoute, verspreid zijn over de wereld. En een van die verspreidingen is dus heel duidelijk gedocumenteerd en ook wel min of meer bewezen. Dat is via zijderoutes, maar ook via verovering en handelsroutes van een andere soort, van vroegere soort, terechtgekomen via Iran en via Turkije in Griekenland. De Grieken, dat waren eigenlijk degenen die herkenden die vrucht als een goede vrucht, hoewel degenen die ze meegenomen hadden uit Centraal-Azië, hebben daar dus bewust keuze voor gemaakt om die mee te nemen, want zij waren daar ook van gecharmeerd, het was lekker. En het was ook soms goed te bewaren. Die hebben ze dus meegenomen naar Europa en de Grieken zijn het waarschijnlijk, misschien iets eerder op de Iran, maar zeker de Grieken zijn het geweest die dus die specifieke genencombinaties die wij dan soorten noemen, die wij rassen noemen, die genetisch vastliggen en ook alleen maar in stand gehouden kunnen worden door vegetatieve vermeerdering, want
Een appel is dan wel kan wel zaadvermeerderd worden, maar daarmee hou je geen ras in stand. Dan krijg je dus altijd weer nieuwe dingen. Dus je moet het hebben van het in stand houden van die unieke combinatie van genen in een ras. Als je die dan in stand wil houden, dan is er maar één oplossing. Dat is voor bepaalde gewassen stekken. Nou, dat kan met appel niet. En de Grieken hadden het al snel door, dat hadden ze van de druiver afgekeken, van de druivenenten, dat je dat met enten door kon geven. Nou, dat doorgeven van die soorten in de oorspronkelijke vorm werd al snel ook herkend door de Romeinen, want dat was natuurlijk op een gegeven moment waren het de Romeinen, die ook wilden hebben, want die kwamen dan wel niet alleen maar overal vechten, maar namen ook wel de leuke dingen mee. En zeker gebruikten ze de kennis van de Grieken, want de kennis komt van de Grieken natuurlijk. Dat is, zij waren de vechters. Nou, dat van daaruit is het wel verder verspreid. De Romeinen hebben ze heel duidelijk wel naar West-Europa gebracht en op Engeland. Maar zelf geloof ik dat het dus toch ook vanuit Azië een andere route geweest moet zijn. We zien te veel andere soorten die ook meer typisch voorkomen in Noord-Europa. En die diversiteit is zo groot dat ik zelf ervan uitga dat er ook soorten gemigreerd zijn via misschien in een late fase door volksbewegingen door Azië. Maar ik ga er zelfs vanuit dat het, en dat moet verder dus door genetisch onderzoek vastgesteld worden, dat er kleinvluchtige typen, die dus ook nog steeds uitsplitsten, want dat zijn hybrides, waar als je een kleintje zaait, kan je ook weer grote krijgen. En zo krijg je ook een grote, als je zaait, weer kleine vruchtige typen. Ik vermoed dat er ook via vogelbewegingen uit Centraal-Azië toch ook best wel bepaalde genencombinaties, zeg maar, oorspronkelijke voorlopers van rassen terecht zijn gekomen in Europa. Dus dat is dan wat ik zelf als hypothese in wil brengen. En waar ik eigenlijk hoop dat dat nog eens een keertje verder uitgezocht kan worden. Dat tegenwoordig kan men zoveel op genetisch gebied, dat ik vermoed dat dat toch best nog wel eens een keertje zover komt. Nou, het is dus vandaar terechtgekomen via de Romeinen in West-Europa. Dat is duidelijk. En die hadden zelfs al een geschiedschrijver die een dertigtal, wat zij toen als type herkende, als wij zouden zeggen rassen, in een boek heeft beschreven. En dat is toch wel heel grappig, dat er toen al dingen herkend werden en die ook erkend werden als type en als geprefereerd type. En dus van daaruit en vanaf dat moment is er een veel grotere verspreiding ontstaan. En dat was in de Karolingische tijd, want het was Karel de Grote die via wetgeving op een gegeven moment bepaalde, dat is onder het dan rond 800 zeg maar, bepaalde dat de mensen op het platteland, de boeren, moesten die en die en die vruchtsoorten kweken, telen moet ik zeggen. Kweken is zaaien en dan selecteren, maar kweken. Het is niet kweken, telen. En dat heeft toch ook wel geleid tot dat het herkend werd door in die vroegste kloostertijd, door kloosterlingen en vooral ook door de Europese elite adel. En de grote verspreiding is in eerste instantie heel duidelijk, dat is absoluut zeker gebeurd op hoog niveau, zeg maar, op het niveau van mensen die door Europa konden reizen, die dus ook hun contacten hadden. En zo is er dus een verspreiding ontstaan naar kasteelsituaties, naar kloosters, tuinen. En van daaruit, omdat daar mensen werkten uit de omgeving, is dus heel veel ook verspreid in de lokale bevolking. En van die type, ook die zijn wel benoemd, maar ook niet in de huidige tijd te herleiden tot typen die wij zeker nu nog hebben. Hiervan stammen zonder enige twijfel al onze oudst bekende rassen af. En dat ze hoeven niet per se allemaal nieuwe typen te zijn die uit zaadjes zijn ontstaan, uit die oudste voor ons in Europa bereikte soorten. Dat is heel moeilijk om dat te bewijzen, maar het is niet onmogelijk dat het dus ook uit die begintijd, uit de tijd van zelfs van de Romeinen, nog bepaalde rassen die ontzettend op een of andere wijze, laten we zeggen, bijzonder duurzaam zijn, die heel lang bewaard kunnen worden bijvoorbeeld, dat die toch aan ons zijn overgeleverd.
En ik kan je nu al zeggen dat ik dus later laat ik een appel zien waarvan ik, dat is voor mij een heel groot mysterie appel, die ook genetisch heel erg interessant is, als ik kom erop later nog op, die misschien best wel uit die tijd dateert, misschien zelfs wel uit Centraal-Europa, dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk te zeggen, maar in ieder geval is het een type appel die bijzonder is. En nou, daar komen we dan later ook nog op. Nou, al die oude rassen die ik de afgelopen, zeg maar, 20 jaar, eigenlijk al 24 jaar, 35 jaar, geleidelijk aan overal heb gevonden en die anderen voor mij gevonden hebben, als ze niet bij mij kwamen. Ik heb een leger gehad, in de loop van de tijd, een leger van mensen gehad die bij mij met appels aankwamen, met peren aankwamen. En dat zijn mijn maatjes geweest, die dus hebben heel erg belangrijk werk gedaan. Maar die hebben zoveel aangedragen, waar ik zelf natuurlijk niet aan toe kwam. Want ik heb altijd gezegd, ik ga niet rond zelf inventariseren. Maar het moet via onze publiciteitskanalen, onze fruitshows, onze determineerdagen. Vanaf het begin, ik ben altijd lid geweest van de Noordelijke Pomologische Vereniging. Ik heb daar zelfs nog de eerste 14 jaar vanaf 95 in het bestuur gezeten. Daar hadden we heel veel toch aan onze determineerdagen. Onze fruitshows en determineerdagen, altijd een combinatie. Maar mensen vinden het heel erg leuk om die dingen te zien. Dat is nog steeds zo. En dat heeft veel van mensen gestimuleerd om ook weer fruit mee te brengen, waarvan zij niet wisten wat het was. Dat is meestal het geval. Meestal weet men niet wat men heeft. Dat is mijn algemene ervaring. Ik wist ook niks toen ik begon. Ik dacht, ik ken alleen maar wat ik thuis zag staan. Dat was op mijn ouderlijk huis. Dat was een notaris, dat was een goudsonet. En dat was een Groninger Kroon. Nou goed, dat zijn dingen die ons nu niet zo boeien, want het zijn zeer algemene. Maar er kwamen ook hele bijzondere dingen binnen. En ik kan u zeggen dat wat er nu nog steeds binnenkomt, na 25 jaar, verbaast mij elke dag. Er komen nog steeds duiken rassen op, typen die ik nooit eerder gezien heb. En dat is ook weer een gevolg van het feit dat toch nog, kennelijk op het platteland natuurlijk, allerlei mensen waren die vaak albaasjes, boeren, gewone eenvoudige mensen, die konden enten. En die hebben toch in de loop van de eeuwen altijd hun mooie dingen, hun bijzondere dingen, hun ossepeer, zeg maar, van Maurits, die hebben ze in stand gehouden en die hebben ze, waarvan ze dus heel goed wisten hoe ze dat moesten doen, dat kon alleen maar via enten. En die hebben ook diezelfde categorie mensen die dingen in stand hield, keek ook rond in hun omgeving, die kwamen ook dingen langs de slootkant of langs de weg tegen. En die kwamen ook weer allerlei typen tegen die ze niet kenden en die soms heel erg interessant waren. En zo zijn er dus een mix van dingen overgebleven door instandhouding, uit interesse, uit passie, zeg maar. Uit mensen die het niet alleen maar ook deden omdat het belangrijk was. Vroeger was het op het platteland was een boomgaatje een absolute noodzaak. Dat was de overleving, de voedsel voor de winter. Daar zat de wintervoorraad, daar waren ook heel veel rassen duidelijk bedoeld om te bewaren, om te drogen en op die manier voor wintervoeding te zorgen. Het was niet een fruitgewas, alleen maar fruitgewas. Het was ook een heel duidelijk een voedselgewas, een voedingsgewas. Nou, het determineren, dat is niet alleen maar gebeurd op determineerdagen. Dat deden we ook. Heel regelmatig werd ik uitgenodigd om boomgaarden te determineren. Bij kastelen, bij noem maar op, bij particulieren of mensen die bellen. Je kent wat oud fruit, wil je niet langskomen? Ik zeg dan nu tegenwoordig al, dat vaak toch vaak triviale dingen. Ik laat mij eerst maar eens een foto zien, stuur mij maar een foto, nu het allemaal zo gewoon eenvoudig is via internet. En dan zie ik al gauw of ik het wel of niet interessant genoeg vind om te gaan kijken. Maar dan ga ik ook heel ver. En ik kan je zeggen dat ik voor iets bijzonders het hele land afga. Zo erg is het. En ik heb gelukkig ook heel veel uitnodigingen gehad om te determineren in andere delen van het land. Onder andere jaar in, jaar uit in Zeeland, op het Fruitteelt Museum in Capelle. Bij een van mijn maatjes in het land van Heusden en Altena, in Nieuwendijk en omgeving. En
ook wel in Twente, op alle mogelijke plaatsen, veel in de Betuwe. En zo kom je dus overal ook dingen tegen die je weer niet kende. En dat is dus ook een van de dingen waar ik ook echt nu vaak op wijs. Ons afvalbestand wat overgebleven is, is wat er overgebleven is op een bepaalde plaats in het land. Niet alleen maar in Nederland, maar ook op een bepaalde plaats en streek in het land. Maar ook wat er in die streek aan dingen door mensen was verzameld langs de weg, in stand gehouden. Dus dat zijn dan de typische streekrassen. De rassen die eigenlijk alleen maar beperkt bleven tot een kleine omgeving. En dan had je nog de hele kleine rasjes. Iemand die vond een leuke appel. En zoals bijvoorbeeld de door Maurits al genoemde Anna van Zeeuwend, de Hermien van Eibergen, dat soort prozaïsche namen. Die werden gevonden door mensen en die gaven daar namen aan. Die wilden dan graag rasnamen aan verbinden. Die probeerden ze ook raserkenning te krijgen. Dat is sommigen wel gelukt en de meeste niet. Ik heb zelf ook heel veel gezaaid. Ik heb ook proberen dingen te ontwikkelen uit zaailingen. Ik heb bijvoorbeeld een ras toch wel vrijgegeven onder invloed van Landleven, waar ik een 14-tal jaar een column in had. En toen bij een 5-jarig bestaan wilden ze iets doen om het te vieren. En zo zijn er dus alle mogelijke dingen ook heel regionaal bestaan. Maar het echte determineren, dat kan ik u zeggen, dat is onze grootste tijdsbesteding. Het is ongelooflijk moeilijk en vooral ook omdat die oude boeken, dat is dan uit 1758 en dat is 1868, dat zijn twee Nederlandse boeken, dan heb je ook buitenlandse, maar laten we ons concentreren op de Nederlandse, in Nederland uitgegeven boeken, dat zijn prachtige boekwerken, maar de beschrijvingen vooral in Knoop, in Pomologia uit 1758, Johan Herman Knoop, die beschrijvingen zijn nog niet echt wetenschappelijk en de afbeeldingen ook niet. Die zijn echt van, ja, je herkent wel, het is een algemene vorm, klopt wel. En ze zijn vaak idealistischer afgebeeld dan ze in feite zijn. En er komt nog bij dat fruit aan een boom vaak ongelooflijk variabel is. Dus het determineren van rassen, dat is echt onze grootste tijdsbesteding tegenwoordig. Dat is heel erg moeilijk, daar moet je ook jaren voor meelopen. Mee proeven, mee voelen, mee snijden, zeg ik altijd, ga erbij. Wij zitten in Maurits, weet het, op zijn locatie hebben we dat soort bijeenkomsten. En dan blijkt gewoon hoe moeilijk dat is om tot overeenstemming te komen. En ik kan u vertellen, er wordt wat afgedebatteerd, om niet te zeggen gevochten. Dus het is en blijft een hele interessante en zeer levendige aangelegenheid voor ons. En het houdt ons jong, zeg ik. En ik bedoel, dat is natuurlijk met heel andere dingen ook wel zo. Maar het is een ongelooflijk boeiende materie, waar heel veel ook blijkt niet beschreven te zijn. En dan kom je dus weer terug bij die soorten die in die sector landrassen thuishoren. De rassen die eeuwen oud zijn. Een van de alleroudste rassen die ooit genoemd zijn. Niet eens beschreven, maar genoemd in de literatuur. In oude, ik zeg die laat-middeleeuwse literatuur, al genoemd bij de 1600. Rond 1600, de honningzeurten, onze Achterhoekse honningzeurten. Prachtappeltje, een beetje vroeg rijp, helaas, niet echt bewaarbaar. Nou, daar is dus geen beschrijving van. Daar is nooit iemand opgekomen om die in boek op te nemen. Dat is een ras dat kent gewoon geen enkele vorm van beschrijving. Dan moet je het hebben van overlevering. En ja, de overlevering, dat is dus een heel gevaarlijke manier van determineren. Want ik heb diverse rassen waarvoor ik 5 namen heb. En daar kom ik nog een paar van later ook nog wel aan de orde. Heb gehad in de loop van de tijd. En dan is het de vraag, welke is het? En dan moet je dus echt jaren verder zijn met heel veel overeenkomstige naamgeving van mensen in overlevering. Als ik één vind die naam heeft en de andere zegt ergens anders, die noemt dezelfde naam, dan geeft dat de burger moed. Dan weet ik al, het zou kunnen zijn dat die het is. En dan hebben we het nog over de beschreven rassen. Maar de onbeschreven rassen, ja, dan moet je het echt hebben van meerdere bronnen. En dan zijn het dus weer van die dingen die ook bijna of helemaal verdwenen waren. Praktisch gesproken gewoon verdwenen. Want waarom hebben ze er nu? Omdat er toch nog mensen waren zoals wij. En ik heb diverse maatjes die gelukkig in het land die dezelfde fanatisme
in zich hebben en ook dezelfde missie hebben om dingen die aan het verdwijnen waren. Want dat begon pas heel laat. Die drive om dingen te bewaren is pas begonnen in de jaren, eind jaren 80. Daarvoor speelde dat helemaal niet. En dat is heel merkwaardig. Dat kwam ook al omdat toen die na de oorlog, van 50, 60 jaar, werd de landbouw totaal anders, werd de fruitteelt totaal anders. Alle hoogst- en boomgaarden moesten gekapt worden. De boeren konden op hun erf de boomgaarden niet meer langer handhaven, want ze hadden een heel andere bedrijfstype gekregen. Dan moesten grote schuren gebouwd worden, de boomgaarden verdwenen. Dus er is gewoon heel veel verdwenen, praktisch gesproken bijna verdwenen, dat moet je zeggen. Want we hebben gewoon ook gelukkig, via hulp van zoveel anderen, via onze eigen geleidelijk opgebouwde kennis, zoveel kunnen terugvinden, dat we toch nu kunnen bogen op in mijn eigen situatie, of toch wel zo'n 300 plus appelrassen, een 150, misschien wel 200 perenrassen, die min of meer, niet allemaal, maar ik bedoel toch voor een deel, unieke vondsten zijn. Er zitten er toch zeker een honderdtal tussen die ook nooit meer dan één boom van gevonden hebben. En ik en anderen dus hebben op hun manier in andere delen van het land hun unieke dingen gevonden. Het is dus echt heel erg, toch wel heel erg regionaal. En dat is ook logisch, want het land is wel klein, maar voor dit soort dingen is het toch weer heel ver. Allemaal van elkaar, dus je kan niet maar zo eventjes snel bij je buurman. Als ik naar Groningen, naar mijn maatjes in Groningen ga, dan ben ik 2 uur onderweg. En dat is allemaal heel interessant wat zij hebben. En we proberen ook wel heel veel dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. En we leren van elkaar nog steeds. Hoe dan ook, het is een hele interessante materie. En zo hebben wij dus ook rassen die. Dit is dan een mooi voorbeeld van een ras waarvan wij al heel lang vermoeden dat die. Dat hij toch niet de juiste naam had. Dat was dan de dubbele zure paradijs volgens de boeken, volgens de mensen. Maar dat is uiteindelijk gewoon gebaseerd op foute beschrijving, foute aanhalingen. Want men schreef elkaar na in de literatuur, in de oude boeken. Het is de enkele zure paradijs. Nou, dat soort dingen kom je dan tegen. Dan heb je nog een appel die wij in de appel in Nederland, een appeltje, die wij in ons deel van het land streepjesappel noemen. In Overijssel heet die streepjesappel. In andere delen nog weer anders, maar daar blijkt gewoon dat hij beschreven is in het boek van Kroop al onder de naam Zomerkroon. En dat is dan niet zo'n geweldig bekende, ook niet in de latere assortimentslijsten, maar die staat in de assortimentslijsten van zeg maar vanaf begin 1900, vanaf halverwege 1800, die hebben wij allemaal, of tenminste heel veel, als Cousinot DT. Cuisinot DT, de zomer Cuisinot. En een heel mooi appeltje. En we hebben bijvoorbeeld ook een heel interessante gehad. Dat was een peer, die heette in de Achterhoek. En Maurits zal hem kennen. Dat is de Kootenen. En dat was een van die dingen die mij altijd geboeid heeft. Hoe komen ze nou in vredesnaam aan die naam Kootenen? Kootenen betekent voor de niet-dialectspreker onder ons koeientenen, koeienklauwtjes. En wij dachten aanvankelijk, dat zal wel komen, omdat als je die dingen droogt, dan hebben ze een beetje een klauwtjesvorm. Misschien is dat wel de reden dat die dingen in de Achterhoek, en vooral in de zuidelijke, in de oostelijke Achterhoek, Kootenen heten. Dat is helemaal niet zo zeldzaam. Het blijkt dat ding in een Amerikaans boek, The Pills of New York, ik heb heel veel boeken, stapels boeken, ook andere delen van de wereld. Prachtig boekwerk, The Pills of New York, The Apples of New York, allemaal van het begin van 1900. En dat blijkt dus een peer in beschreven te zijn, een hybride tussen twee soorten. Een hybride tussen een Aziatische soort en de gewone peer. En die is in Amerika ontstaan rond eind 1800, begin 1900, zo in die tijd. En die is beschreven door iemand die heet Le Comte. Le Comte, Le Comte. Dus daar zie ik in, Le Comte, want dat heeft waarschijnlijk, in het Frans heeft waarschijnlijk een accent en ik nu op gestaan. Comté, daar zie ik wel inderdaad een redelijke overeenkomst met het woord Kootenen. Nou, ik ga er nu van uit dat die naam echt gewoon afgeleid is van waar die mee in Nederland gekomen is. En die heette Le Comte, in Amerika heet die ook Le Comte. Le Comté, dat is onze Kootenen. Heel interessant. Nou, nu kom ik op die appel waar ik dus heel erg
eigenlijk op gefocust ben, omdat hij zo buitengewoon bijzonder is. In die zin, in eerste instantie al uiterst houdbaar. Hij kan rustig liggen tot juni. Hij is heel aardig om te zien. Hij is niet te eten tot ver in het nieuwe jaar. En in een hele vroege DNA-analyse die we hebben kunnen doen in 1904, sorry, in 2004, blijkt hij heel nauw verwant aan onze wilde appel. Aha, zal u denken, dat is heel interessant, want dat was dus net wat ik zei, eerder vermeldde, onze wilde appel heeft niet bijgedragen aan het ontstaan van onze appel, de appel, zeg maar. Nou, nu is mijn gevoel dat dit misschien best wel een type is, omdat hij zo ontzettend duurzaam is en keihard, dat hij nog wel eens meegekomen zou kunnen zijn als type in de tijd met de handelstromen uit Centraal-Azië, zijderoute via de Grieken en Romeinen. Dat is één gedachte, nooit te bewijzen. Een ander gevoel dat ik heb is dat dit wel eens een van die typen zou kunnen zijn die meegekomen is als via wat ik dan zelf een beetje in geloof, via die noordelijke bewegingen, via de noordelijke route, via volkstammen die verhuisden, grote volksverhuizing, of zelfs via de dieren weer, via de vogels. Als kleine vluchtigen, als oorspronkelijk kleinvluchtigen die in zaaiing populaties, want de appelboom wordt nooit ouder dan 100 jaar, zeg maar, gemiddeld. Daar zijn altijd weer zaailingen van, tenzij men ent. Maar zaailingen die ontstaan ergens langs de weg of bij het mensen, wat dan ook, overal kan dat ontstaan. We kennen ze overal. Het land staat er vol mee, zeg ik altijd. Mensen moeten er maar eens op letten hoeveel appels er langs de weg en langs de sloot en noem maar op staan. Dat zijn dus allemaal gewoon zaailingen van onze appel, van onze eetappel. Misschien is dit wel een van die oorspronkelijke types die op die manier vanuit Centraal-Azië via de vogels hier terechtgekomen is. En waarom is hij dan verwant aan die Malus sylvestris, onze eigen wilde appel? Nou, daar denk ik van dat onze, net zoals met, daar moet op een of andere wijze toch een deel van het genenpakket in de appel, ook in Centraal-Azië, want die dingen oorspronkelijk allemaal afstammen van die grote populatie in Zuidoost-China, daar moet een genenpakket mee zijn gekomen vanuit Azië misschien ook wel, die wij dan hier ondergedoken zien in de Malus sylvestris, dat hij daarmee zo nauw verwant is. Dat weet ik niet. Dat zijn allemaal dingen die moet het nauwgezette genetisch onderzoek, wat nu pas recentelijk mogelijk is, waar we ook nu aan begonnen zijn, moet dat duidelijk worden. Ja, en dan hebben we nog van die appels die iedereen vroeger, elke oude persoon kende. Dat was bijvoorbeeld de rabauw, alle ouderen onder ons. Die kenden de rabauw, dat was een rabauwke, dat was ook een hele duurzame appel. Nauwelijks nog te vinden, maar we hebben hem in ieder geval in onze collectie. En dan heb je de juttepeer. Ja, dan kan je van zeggen, waar komt die dan al vandaan? Nou ja, goed, we kennen dat ding, in ieder geval alle ouderen ons kennen juttepeer, een ontzettend lekker peertje. Hij is helaas niet houdbaar, hij is klein, maar hij is super lekker. En de juttepeer is een van onze bekendste peren. En is dat nou een Nederlandse, heeft die nou een Nederlandse oorspronkelijk, of is het een Duitse of een Franse? We weten het niet. We weten van peren überhaupt heel weinig. Peren is nog nauwelijks goed uitgezocht. Het is een onderwerp waar nauwelijks nog voldoende onderzoek naar gedaan is, waar die oorspronkelijk ook zelfs vandaan komt. En dat is het volgende onderwerp waar nog heel veel aan gedaan moet worden. Ik kom daar niet meer aan toe. Nou, dan hebben we nog een ander interessant geval. Dat is de appel die wij in de Achterhoek wijnzuren noemen, wijnzuren. En Hendrik ten Elze, mijn boomkweker in de tijd, die noemde de ding Wieneker. Ik zelf blijf bij wijnzuren, want zo ken ik dat ding uit mijn kindertijd van buren die al een oude boom hadden. Dus ik weet zeker dat het een oud ras is. En die smaak is uniek en daarom herkende ik hem toen ik hem weer terugvond in de 90 jaren. En dan blijkt er in Oost-Friesland een appel beschreven te zijn recent, er is een boek net uitgekomen, als Oost-Friesische zomerappel. En dat is vrijwel zeker onze wijnzuren, maar dat moet ook nog weer bewezen worden via een genetisch onderzoek. Daar zijn we ook mee bezig, dat wordt ook al gedaan momenteel. Maar wie zegt dat die Oost-Friesische zomerappel niet onze wijnzuren is? Het kan ook omgekeerd zijn, weet je, dat die
Het is heel goed mogelijk dat dat ding inderdaad de Oostfriese zomerafval is die wij hier hebben. Het is ook mogelijk dat hun Oostfriese zomerafval gewoon uit de Achterhoek gemigreerd is naar Noord-Duitsland. Goed, dat soort problematiek boeit mij altijd heel bijzonder. Nou, bijzondere vondsten, dat is iets waar ik eigenlijk altijd heel erg enthousiast van word. Dat is bijvoorbeeld ook weer iets dat is beschreven in dat oude boek van Knoop, Pomologia. Dat is een witte Spaanse kers. En daar heb ik ooit een boom van gevonden in eind jaren 90. Dat was al doorgeënt van een nog veel oudere boom die al lang niet meer bestond. En dat blijkt toch een kers te zijn. Die geeft dus helemaal geen kleur. Die is volledig kleurloos. Dan in een plosje op de zonzijde soms. Dat moet gewoon een witte Spaanse kers zijn. Voor zover wij weten, nooit een tweede van gevonden. Teruggevonden, kun je zeggen. Nou ja, dan hebben we nog de cuttlepeer. Dat is een interessant geval. Maar dat is ook nog een soort een cultuurhistorisch onderwerp in Twente. Waar hebben ze zelfs een standbeeld in Oostmarsum voor de cuttlepeer. Dat is een carnavalsvereniging, die heet zo. Een klein peertje, en die kom je in allerlei vormen in de Achterhoek tegen, maar ik ben er zeker van dat het lang niet alles de echte kuttelpeer is. Er zijn allerlei peertjes kuttelpeer genoemd. En dat is dus het volgende grote probleem bij het determineren, dat is het onderwerp homologe, homonieme, synonieme. Synonieme betekent één appel, het heeft meerdere namen. Homonieme betekent meerdere soorten hebben één naam. Nou, dat is dus met kuttelpeer. Ik ben ervan overtuigd, omdat ik diverse andere kuttelpeeren heb die geen kuttelpeer zijn van dit type, dat er gewoon heel veel kuttelpeer genoemd werd, als er maar klein genoeg waren. Ja, en zo kom je dus aan rassen die ook soms heel erg tot je verbeelding spreken. Een appel die heet zijdehemmetje, ook beschreven in Knoop. Die hebben wij gelukkig ook teruggevonden. Ik weet niet of er veel anderen zijn die hem hebben. We hebben een vermoeden dat het misschien toch ook nog elders wel onder andere namen beschreven is. Maar in ieder geval is het zo dat daar dus de naam ook heel erg veel vraag heeft opgeworpen. Waar komt die naam zijdehemmetje dan vandaan? Is dat een zijdehemdje, inderdaad, omdat hij zo mooi zacht of zoiets is? Of is het omdat het een ene Engelsman bij naam Sydenham, wat ook wel in de literatuur te vinden is, dat ding zo genoemd heeft? We weten het niet. En dan hebben we het dus, en dan ga ik even stoppen, hebben we de Tante Dora. En daar ben ik me al vanaf het allereerste uur, toen ik in oktober 94 met die zaak in aanraking kom, ben ik mee bezig. Hoe vinden wij die Tante Dora terug? Kunnen wij die nog vinden? Want hij is namelijk beschreven in boekwerkjes in de Achterhoek uitgegeven door de Van der Lucht Stichting nu, maar ook als column gepubliceerd in de lokale krant. En dat was de Van der Lucht, ene Van der Lucht, en was een onderwijzer in Borculo. En die heeft dialectboekjes geschreven. Een dialectcolumn had hij en later zijn ze uitgegeven. En die heette De Muller en andere vertelsels. En die zijn al van voor de oorlog, maar ook na de oorlog ging dat door. Maar ik kan me nog herinneren dat in de krant in mijn jeugdtijd daar nog een column van de Lucht instond. Oet Gelster heette die column. Heel interessant. Hij was dan heel erg begaan met de lokale cultuur, met de cultuurhistorie en met de cultureel erfgoed. En die beschrijft in één verhaal een appel die hij dus onder ogen krijgt bij een familielid die in de buurt van Utrecht woonde. En ik heb het nu over, zeg maar, over eind 1800, daar heeft hij het dan over. Die bij die mensen aantrof en waarvan hij vroeg, wat is dat voor mooie appel? En toen vertelde dat familielid van hem, dat is een appel die noem ik Tante Dora, want die noem ik naar mijn vrouw, Tante Dora. Dora, want het is zo'n mooie appel, een mooie gelden appel, schrijft hij in het appel. Een mooie gelden appel. Nou, dat is een appel waarvan we nooit zeker hebben geweten of we die wel of niet teruggevonden hebben. Ik heb echt hemel en aarde bewogen, ook via krantenberichten, via oproepen, zelfs op Radio Gelderland in de tijd. We hebben zeker 5 keer over een appel aangeboden gekregen op die wijze die Tante Dora genoemd werd. En eigenlijk in alle gevallen, behalve de allereerste keer, toen ik net begonnen was,
van een hele oude Afghaanse boom in Vorden. Er zijn al die andere gebleken geen tattendoora te kunnen zijn. Op grond van een hele kleine beschrijving die er toch te vinden was in een assortimentslijst. En dat is deze appel. Waarschijnlijk is dit de echte tattendoora. Ik heb zeker 5 namen gehad ook, omdat we ook nooit wisten wat dit was. En nu zijn we weer teruggekeerd naar die oorspronkelijke appel die ik in 95 al gevonden had. In Vorden, een oeroude boom. Eigenlijk een stand van een boom. En de man die dat ding had in zijn tuin, die vertelde dat hij was ermee naar Boikelo geweest, naar de paters van het klooster daar, die ook de bekende school daar, de Tjambo school. En die hadden hem verteld, dat is tattendoora. Maar ja, omdat ik nooit zeker wist of het die was, ging dat altijd maar door, dat zoeken. En uiteindelijk kom ik weer terug bij die allereerste die ons aangeboden is, dat is deze, de tattendoora. Eindeloos houdbaar, hele mooie appel, tot maart houdbaar. Nou, dat is waar, zou ik willen zeggen, over oude appels. Dag Rennie, ik onderbreek je even. De missie zijn al mensen hier, we hebben flink wat mensen in de webinar, die zeggen van joh, ik heb nog een tante Dora thuis staan. Dus ja, als dat zo is, mensen, meld je even. Ik wil hem even zien. Ik denk dat het goed is. We pakken even 5 minuten. Even de benen strekken en een slokje water. Kan Henny even een slokje water nemen? Ik zet even een klein filmpje op en die duurt 5 minuten. Dus daarna dan treffen we elkaar weer voor het vervolg. Tot zo. Oké, beste mensen. Iedereen de benen even gestrekt. Kopje koffie gepakt. Dan geef ik het woord weer aan Henny. Henny heeft een kopje koffie, een glaasje water, dus we kunnen weer verder. Plezier. Ja, kijk, een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk nu moet zeggen is, en dat had ik al eerder moeten zeggen misschien, dat is waarom is het zo absoluut noodzakelijk dat dit nu nog net kon gebeuren de afgelopen 20, 25 jaar, niet alleen ik, maar mijn maatjes in het land. We zijn niet met velen, maar wel is erg gemotiveerd allemaal. Dat is omdat die oude boom, dat oude ras, nou wil ik hier niet door. Oké, we gaan eventjes. Dat oude ras wat we teruggevonden hebben, dat is vaak dan inderdaad de laatste. Maar al die oude rassen samen, dat wij die bewaren, is niet alleen leuk, dat is ook noodzakelijk, omdat het de enige manier is om die oude rassen natuurlijk nu nog eventjes snel van de ondergang voor de definitieve verdwijning te redden, maar vooral ook omdat het de enige manier is om diversiteit die wij nu verzamelen ook echt te behouden, omdat die teruggaat tot de oudste tijden. En wij kunnen het niet overdoen. Die hele domesticatie waar we het eerder over hadden, dat ontstaan van de soort en de diversiteit in Azië, maar vooral later in Europa, dat kunnen wij niet overdoen, want dat is voor een groot gedeelte gewoon verdwenen. Je kunt niet teruggaan en zeggen, zoals met sommige gewassen gedaan wordt, naar het genencentrum en opnieuw gaan verzamelen om daarmee veredeling te doen. Die wouden van appel die er bestonden is in dat deel van Centraal-Azië, in Kazachstan, Oezbekistan, die bestaan niet meer. Dat is allemaal weg. Dus alles wat we hebben, is wat we hebben kunnen vinden. Dat is wat er ooit hier terechtgekomen is en via allerlei diverse tussenstappen van zaailingen en daar weer opgekweken en in stand gehouden. Dat is alles wat we van die oorspronkelijke diversiteit hebben. En als dat niet bewaard was gebleven door ons in het algemeen, ik bedoel ons soort mensen, weet je wel. Want de overheden doen het niet. Overheden hebben het schromelijk af laten weten. Overal, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Ze komen nu steeds meer achter dat het is, hoe belangrijk het is, dat het dus niet had moeten worden weggegooid, niet had moeten worden gestopt. Collecties werden opgeheven, werden ministeriële afdelingen, zoals in Engeland, de Brockdale collectie. Hele grote collecties in Duitsland, Frankrijk, België, die werden gewoon aan hun lot overgelaten. Die werden gewoon weggedaan. In Nederland is een generale collectie
zeg maar, in de jaren 70 gewoon opgeruimd. En dat is allemaal toen in een tijd gebeurd dat men daar geen waarde aan hechtte, omdat het een type ras was dat niet commercieel interessant was. En men had helemaal niet het gevoel dat dat nog ooit nog eens van belang zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld het behoud van de soort. Want dat is dus het andere facet dat we moeten beschouwen in dit. Het is niet alleen een onvervangbare diversiteit aan genetische eigenschappen. Al die rassencombinaties die dan gevangen zijn in wat wij rassen noemen, die zijn zo uniek. Die moet je dus echt, omdat die ook door de mensheid zijn geselecteerd als zodanig, die moet je ook zien als overlevingsstrategie, maar vooral ook, dat is de andere overweging, als cultureel erfgoed, als agro-biocultureel erfgoed, om het compleet te zeggen. Het is erfgoed dat van belang zal kunnen blijken te zijn, die eigenschappen, voor het behoud zelfs van de soort. Er is een duidelijk sprake van verandering van klimatologische omstandigheden op de wereld. Er zijn dus allerlei gewassen die heel anders gaan reageren. Ik heb gezien dat appels die normaal pas na de winter zoals gebruikelijk bloeiden en daardoor vrucht zetten. Ik heb gezien dat er bepaalde rassen in een bepaald jaar, afgelopen in de top 5 recente tijden, in één keer volop bloeiden in oktober. En daar kwam dus niks van terecht. En zo vond ik aan die boom toen ik naar de bloei ging kijken in april, vond ik allemaal dode kleine mummies van vruchten. Nou, dat zijn allemaal dingen die van belang kunnen zijn voor de kweek, hè, voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. En niet alleen, want dat was mijn overweging aanvankelijk. Je hebt het nodig voor het kweken van rassen die resistent zijn tegen ziekte. Want ook dat was vroeger geen issue. Men spoot, men had bestrijdingsmiddelen die algemeen aanvaard en ook heel efficiënt waren. En die ook helaas uiteindelijk bleken toch allemaal niet zo geweldig geschikt te zijn voor de natuurlijke ontwikkeling van onze flora en fauna. Dus we kunnen heel duidelijk stellen dat het niet alleen maar dus de ontwikkeling, de instandhouding van belang is voor de instandhouding van de soort. En voor de, maar ook voor het behoud van de behoud van genen die van belang kunnen zijn om rassen resistent te maken. Er wordt dus nu steeds meer ook gekweekt tegen ziektes, om resistentie tegen ziektes. Want het blijkt gewoon dat je gewoon voor heel veel ziektes, ook de nare dingen zoals vlugwondkanker en schurft, waar heel weinig resistentie, maar ook vooral zelfs voor insectenaantastingen. Er zijn hele nare aantastingen in appel. Men weet het, mensen die appelboom gaan hebben, die weten het al te goed. Die in het voorjaar kaal gevreten bomen van de wintervlinder. Nou, ik heb in mijn collecties heel vaak gezien dat dat rassen zijn die niet aangevreten worden. Dus het is best te selecteren. En dan moet je dus wel vanuit gaan dat het dan niet daarmee het probleem opgelost is. Want het is vaak een rassen die wij niet willen. Maar je kan diegenen die erin zitten, die dat teweeg brengen, kan je tegenwoordig heel eenvoudig identificeren en kan je ook heel eenvoudig incorporeren, al was het alleen maar via het klassieke verenigingsprogramma, kruisen en terugselecteren. Tegenwoordig kan je die ook diegene eruit pikken en in nieuwe rassen plaatsen. Dus er is gewoon op termijn is gewoon absoluut noodzakelijk dat die dingen wat we nu nog hebben, dat het bewaard blijft. En daarom vind ik het zo belangrijk dat wij die dingen die wij terugvinden, niet alleen maar in één collectie onderbrengen. Want dan, kijk, collecties, mijn ervaring met collecties, grote collecties is, die zijn maar tijdelijk. Dan gaat er weer een andere aan de macht komen, dan gaan de dingen weer weg. Als je het echt wil behouden, dan moet je het in heel veel collecties onderbrengen, deelcollecties onderbrengen. En dat kost ook op die manier het minste, want een grote centrale collectie is onbetaalbaar, onderhoudswijze. Als je de mensen in de handen geven die geïnteresseerd zijn, in mijn deelcollectieprogramma, dan kun je dat bij honderden mensen onderbrengen in deelcollecties, in dit en ander dat, en die en dit, en in triplo, in quadruplo, in meervoud, zodat die kans dat die daardoor weer verdwijnen steeds kleiner wordt, als je maar genoeg collecties opzet van dat type.
Nou, dat was mijn filosofie, vooral omdat ik afhankelijk al heel snel in de gaten kreeg dat er geen geld los te weken was, waar dan ook, ministeries en wat dan ook, om collecties op te zetten, om collectievoorraad op te zetten. Dat was niet mogelijk. Dus, en nog niet eigenlijk, alleen nu gelukkig komen er dus toch wel weer geleidelijk aan initiatieven ook bij instanties terecht die wel geld eventueel hebben en die dus, zoals nu het Landschap Beheer Gelderland en met een project van in samenwerking met de Europese gemeenschap, die dus het mogelijk maakt om nog meer van die deelcollecties uit te zetten. Omdat dat dan weer gebeurt in onze eigen achterhoek. En dat zou eigenlijk overal moeten gebeuren. En dat gebeurt op andere plaatsen ook wel deels. En er zijn ook wel hele goed onderhouden collecties. Maar een centrale collectie is moeilijk handhaafbaar te maken. Dat is mijn gevoel, mijn ervaring. Ja, en dan heb je dus precies een beeld van waarom ik dus zo bezig ben. Prachtig, prachtig. Dat is denk ik, mooi samenvattend, zeg maar, van niet alleen waar komt de appel vandaan uiteindelijk, maar waarom is het ook belangrijk dat we moeten zorg dragen voor hetgeen wat we nu nog hebben, ook al is het maar heel erg weinig. En dank voor je inspirerende verhaal in ieder geval. Ik heb een aantal vragen gekregen in de chat. Die wil ik even voorleggen, Henny. Het is in ieder geval leuk om te merken dat in de chat er wordt dan wel aardig wat informatie uitgewisseld. Kijk er maar eens in. Er zijn wel mensen die wat linkjes hebben doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar een Duitse documentaire over de herkomst van de appel. Vanuit de Smaakacademie. Een mooi is dergelijks, maar dan in het Engels. Maar ook bijvoorbeeld over de relatie van de beer in de verspreiding van de wilde appel. Nou, hartstikke mooie informatie die ook heel erg inspirerend is. Henny, er is een vraag gesteld over. Je hebt het eigenlijk ook wel een beetje beantwoord. Hè? De Rosselboom gaat in het IJsseldal. Een welbekende van jou, Adrie Hottinga, stelt deze vraag. Want we richten ons best op de Achterhoek, hè, omdat je daar op zand zit, heb je mij wel eens verteld. En het zand heeft dan een beetje het natuurlijke achterland van Duitsland. Hoe zit dat in de IJsselvallei? Nou, in de IJsseldal hebben wij diverse boomgaarden, grote boomgaarden, collectie boomgaarden. In Nijbroek, in Twello, ook bij die tuinen die men waarschijnlijk wel kent daar bij Deventer. Twello, daar is dus die Gert-Jan Jansen had daar zo'n tuinenproject, een biologische manier van fruit telen en groenten en noem maar op, wijn. Daar heb ik een hele grote collectie. Nou, en we hebben in Wezeper. En vind je daar ook nog zeg maar, wat je zoekt aan de oude soorten, hè, op bijzondere plekken, vind je die dan ook, zeg maar, in iets als in IJsselvallei, want je zet ze er wel neer uiteindelijk, maar zijn er ook plekken waar ook heel veel nieuwe vondsten gedaan worden en in het verleden gedaan zijn? Nou, kijk, mijn ervaring in het algemeen, ook als ik het over het IJsseldal heb, dan heb je het over productieboomgaardengebieden. En productieboomgaarden, dat heb ik geleerd van het determineren van diverse productieboomgaarden in de landen, die zijn over het algemeen niet interessant wat diversiteit betreft. Dat waren namelijk collecties van kleine collecties van rassen die goed verkochten, die ook niet echt tot het alleroudste assortiment behoorden. Goudenet, Jonathan, Notaris, een paar zoete rassen zoals Jacob Dirk. Dat waren rassen die goed verkochten, die men daardoor in meervoud aan bomen in hun boomgaarden hadden, productieboomgaarden. Productieboomgaarden is het minst interessante voor wat diversiteit betreft. Soms vond je er een enkel interessant ras in, maar meestal niet. En de interessante dingen heb ik altijd gevonden in pastorietuinen, bij particulieren, op het platteland in het algemeen, bij die nog overwaaien bij mensen in de tuin, in de steden. Vaak zelfs toch de meest bijzondere dingen in stedelijke omgeving, in dorpen. Omdat daar toch mensen woonden vroeger die contacten hadden, meer contacten hadden met hun wereld om zich heen. Die dus beter
wisten waar ze leuke dingen konden vinden bij zeg maar, in de buurt staan, buurt opererende boomkwekers en zo. En dus het hele interessante assortiment komt van heel veel verschillende bronnen, maar vaak niet uit productieboomgaarden. Ook niet in het IJsseldal, ook niet in de Betuwe. Er komen wel interessante rassen vandaan, maar dan is het meer dan toch met een, laten we zeggen, in de Betuwe heb ik interessante dingen uit het gebied van Kamerijn, waar die dingen, waar ik rassen tegenkwam en waar ook mijn maatjes in dat gebied heel goed van weten dat die bijzonder zijn, die op die ridderhofsteden en zo. Dat is dan weer iets dat we in Achterhoek niet kennen, in Achterhoek hebben wij kastelen en kasteeltuinen. En daar heb ik diverse van ook eentje, een heel interessante is de grote perenboomgaard. Dat was ook zichzelf al interessant, dat was de perenboomgaard van de Velhorst tussen Lochem en Zutphen. En de perenboomgaarden waren sowieso al heel zeldzaam, het waren meestal appels met enkele peren of een aantal peren, maar dit was een unieke perenboomgaard. Dus dat, die familie die daar ooit op gezeten heeft, is tegenwoordig al sinds de jaren 80 in bezit van natuurmonumenten. Die heb ik in de tijd ook meteen in de eind jaren 90 gewezen op die uniekheid van die collectie daar. Die hebben we geprobeerd op naam te brengen. We hebben het nog in ieder geval geprobeerd die 45 of plus, nou zeg maar ongeveer 45 bomen die er nog stonden, meteen door te enten zonder dat we wisten wat het was. Gewoon omdat ik ervan uitging dat het een interessante collectie zou kunnen zijn. En daar blijken dus ook dingen in te staan, in toegestaan te hebben. Die zijn er al niet meer, maar... Er zijn rassen die we ook daar weer terug hebben geplant, ook weer in andere boomgaarden hebben opgenomen, die zo uniek zijn dat we er sommigen dan niet eens achter zijn hoe men in vredesnaam aan die naam kwam. En hoe kom ik aan de naam? Omdat de tuinbaas die daar 60 jaar had gewerkt, mij daar eind jaren 90 mee rondnam door die boomgaard, wat er toen nog voor over was. En die wist precies aan te duiden wat de namen van de rassen waren die daar stonden. En dat waren niet allemaal dingen die helemaal bijzonder waren, maar er waren dingen bij die mij erg fascineerden. En waar ik ook uiteindelijk van de namen teruggevonden heb, niet in boeken zelfs, maar in assortimentslijsten. Want er is heel veel uitgegeven ook door lokale boomkwekers in de landen en ook in de Achterhoek. En daar had je er een aantal van. Eentje, een hele grote was die boomkweker in Neede, dat was voor de tijd van Hendrik de Nelsen. Dat was de Gelderse tuinbouwmaatschappij in Neden, Rietmolen. En die hadden enorme grote kwekerijen. En die hebben decennia lang de Achterhoek voorzien via colporteurs van alle mogelijke rassen. Ook hele bijzondere. En daar vond ik er wat van terug. En andere vind je in een, laten we zeggen, in zo'n kasteeltuin als bij de Velhorst, vond ik een ras terug dat uitsluitend beschreven stond in een assortimentslijst uit Groningen. Dus ja, die adel had contacten over het hele land. Ik heb dingen gevonden waarvan je niet vermoedt dat die ooit in de Achterhoek ooit gekweekt zou zijn, zoals de present van Friesland. Nou, dat is een typisch ding dat tot het cultureel erfgoed van Friesland gerekend wordt, zeg maar. Daar vind ik een boom van op de Pool in Voorst. Nou, dat zijn dingen die dus toch heel interessant zijn, dat dus echt een bijzondere werk komt uit, pastorietuinen, kloostertuinen, steeltuinen. Nee, maar dat is ook logisch, hè, zoals je dat vertelt, hè, van hoe dat die verspreiding is geweest. Dan is het logisch dat je daar nog de echte oude soorten vindt. En een beetje een vraag die, en ik kijk een beetje stiekem naar de tijd, we moeten richting afronding. Een vraag die nog even gesteld was van Adam en Eva, die hadden natuurlijk van de appel. Is het bekend wat voor soort appel dat zou zijn? Ja, die vraag komt steeds op. Er is een appel die Eva-appel genoemd wordt. Nou, kijk, ik kan je wel vertellen dat de appel van Adam en Eva, het is wel interessant wat ik ook eerder zei, dat er een appel is die wij paradijsappel noemen. En waarom heet die paradijsappel? Wij noemen die een achterpadiezen, weet je. Dat kan dus zijn, omdat degene die dat ding ooit benoemd, dat die een paradijs was, bij naam paradijs. Ik geloof dat niet. Ik geloof echt dat een appel was die zo bijzonder was, omdat die ook zo oneindig houdbaar is. Die wordt pas zeg maar in februari wordt die een beetje eetbaar. IJzerhard, keihard tot die tijd. Dat zou best wel eens een appel kunnen zijn uit dat oorspronkelijke gebied in Centraal-Azië. Dat zou nog wel eens een ding kunnen zijn uit het alleroudste assortiment uit die streken. En
En daarvan wordt wel eens omdat het een soort paradijselijke vallei was, waar oneindig veel vruchtsoorten zijn, kennelijk zijn groot geworden, zijn ontstaan in een situatie waar een ideaal klimaat heerste. Het was geïsoleerd van het noordelijke Siberische kou. Het was geïsoleerd van de hitte en de droogte van het zuiden van China. Het is heel goed mogelijk dat dat toch via die, ja, zeg maar, overlevering via de Grieken, dat dat als een soort paradijs werd beschouwd. En dat dat dus een, dat dat misschien verwijst naar een paradijselijke oorsprong. Dit is mijn eigen interpretatie. Ik denk niet dat iedereen daarin mee kan gaan. Dat hoef ik nog niet. Maar je moet daar maar op, toch maar een draai aan geven. Maar dat is dus, de Eva-appel zou dus eventueel ook op die manier kunnen zijn benoemd. Ik weet het niet. Ik heb mezelf. Kijk, de Eva-appel is een appel die wel benoemd wordt, maar ik heb hem nooit gezien. Ik weet ook niet precies wat het precies is. Ik ken de naam. Voor mij is het een hartstikke mooie toelichting waarom die dan, zeg maar, dan een paradijsappel. Ja, dat zou best wel kunnen passen natuurlijk. Dus een prachtig mooi verhaal erbij. Het zijn ook heel veel mooie verhalen natuurlijk die je te vertellen zijn. En ik maak nu even een brugje naar een afronding toe, Henny. Want uiteindelijk wil ik jou natuurlijk hartstikke bedanken zeg maar, voor je bijdrage vanavond. Hartstikke fijn, hartstikke goed. Maar zeer zeker ook voor de bijdrage die je levert al 24 jaar of 30. Ik noem altijd 30 jaar, maar ik ben misschien iets optimistisch. Maar voor het erfgoed van deze fruitrassen. En ik vertelde net even dat ik mail nogal regelmatig met Henny. En van hem, wanneer ik ook mail, s'avonds, morgens, s'middags, binnen 10 minuten heb ik reactie terug, zeg maar. Dus hij is altijd, zeg maar, on duty. Dus dat is hartstikke, hartstikke goed. We gaan nog lekker een tijdje door met dit project. Samen met Maurits, met Nellis en met jou, Henny. En een van de dingen die in ieder geval hierop volgt, is ook een mogelijkheid voor een deelname aan het beplantingsproject. Maar goed, er zijn nog meer activiteiten die hierop volgen op deze webinar. En ik had eigenlijk het volgende wat ik wilde doen, is dat we eigenlijk niet alleen, we hebben heel veel vragen nog in de chat onbeantwoord gelaten, die ga ik allemaal met Henny even doorlopen, is dat ik even als terugkoppeling naar jullie, zeg maar, daar even wat voor op papier zet. Op de vragen en ook de linkjes even daarbij zetten, zodat iedereen alle informatie ook gewoon beschikbaar heeft. Tegelijkertijd kan ik er even aangeven van wat we vanuit het project samen met Nellis en met SLG de komende tijd gaan oppakken en uitrollen. En waar je aan mee kan doen en hoe kan helpen. Want er was al iemand die zei van, joh, ik wil wel, waar kan ik me melden om mee te gaan determineren? Hoe ga ik helpen? Zeg maar. Dus, ja, dus ik ga u daar wat over toe sturen, zeg maar, naar aanleiding van vanavond. En volgens mij is dat denk ik een hele mooi vervolg. Nog één opmerking, volgens mij, Henny, alleen maar even knikken als het klopt. Het klopt toch dat dat boek van Knoop, zeg maar, als een herdruk voor relatief voor €500 of zo beschikbaar is in de boekhandel, dacht ik, hè? Ja. Ja. Ja, dus, dat is al geweldig voor inspiratie. Schrijf het ergens op als jullie willen. Knoop, boek uit 1768. Hartstikke inspirerend en dat is dat is de basis voor uiteindelijk net zo enthousiast te worden als Henny. Het is altijd een beetje gek om af te ronden op deze manier, maar het is even niet anders. We hebben veel animo gehad, meer dan 90 mensen, 95 mensen uiteindelijk bij de top. Die zitten nu nog bijna allemaal, dus we hebben het goed gedaan, Henny. Ik wil nogmaals jou hartstikke bedanken. Jullie horen van mij in ieder geval even terug. Ik heb jullie al jullie mailadressen. Dat is even eenmaal wat dat daarvoor voor gebruikt. En nogmaals dank voor de aandacht. En heb je mooie oude soorten. Heb je de tante Dora thuis staan, zeg maar, meld het. Ik wens iedereen een fijne avond. En vertrek rustig uit deze webinar. Tot ziens.